N-VA politieker. Ook eveneens voor de nodige propaganda. Op 14 oktober 2018 trokken we met z'n allen naar de stembus en in de vooravond was het spannend afwachten op de resultaten. 1513 zielen uit Oudenaarden stemden voor Vlaams Belang, wat ons een duidelijk signaal en een duidelijk rechtssignaal stemt in de nieuwe gemeenteraad. CD&V werd bijna als coalitiepartner van het Blauwe Bastion hier in Oudenaar van de troon gestoten door Groen. En niet alleen hier in Oudenaar, maar ook in andere steden en gemeenten. Veel mensen hier in Oudenaar hebben zich blind gestaard op het debacle van de uitbreiding van het retailpark N60 in Eijnen. Eveneens de uitbreiding van het industrieterrein De Bruaan. Als tegenreactie kozen al deze kiezers spontaan voor Groen. Op die manier hebben deze kiezers ervoor gezorgd dat de Ensar Moskee in Eijnen onrechtstreeks betrokken wordt in de gemeenteraad. Met onze behaalde zetels kunnen we in de gemeenteraad één persoon naar voren schuiven die dit alles op de voet zal volgen. Vincent Thomas, die sinds 2013 voorzitter was van Vlaams Belang, afdeling Oudenaarde, zetelt vanaf dit jaar in de gemeenteraad. Ikzelf neem vanaf heden het voorzitterschap van Vlaams Belang afdeling Oudenaarde voor mijn rekening, zodat Vincent zich ten volle kan inzetten op de gemeenteraad zelf. Vincent, alvast bedankt voor uw jaren inzet als voorzitter. Even een applausje. Dat komt erachteraan. De komende 6 jaren zullen de standpunten van de partij veiligheid, migratie en behoud van normen en waarden hoog in het vaandel staan, ook hier in Oudenaar. Met onze bestuursploeg zullen we ook regelmatig activiteiten organiseren, waar elke wooninwoner van Oudenaar van harte welkom is. We kunnen jullie alvast meedelen dat op zaterdag 13 april 2019 onze kaas- en wijnavond staat geprogrammeerd. En trouwens, over de bestuursploeg gesproken hier in de Oudenaarde. Deze week kreeg een van onze leden een nieuwjaarsbrief van haar vakbond. Daarin vraagt het ACV met een handtekening en een gesprek om volledig afstand te doen van het Vlaams Belang. Zulke nonsens moeten ons meer aan om nog meer voor het Vlaams Belang te kiezen. Los van dit alles bereiden we ons voor op de federale verkiezingen van 26 mei. Waar ook natuurlijk met onze volledige ploeg volle bak zullen aan meewerken. Om deze verkiezingen aan te moedigen, hebben wij van Vlaams Belang Oudenaarde een gastspreker uitgenodigd die de laatste maanden en weken niet uit de media is weg te staan. Ik denk dat het voor de mensen hier onder ons het niet meer nodig is om hem aan te kondigen, maar we kunnen er wel nog bijvoegen dat hij zich kandidaat heeft gesteld als lijsttrekker. Onafhankelijk, zeer belangrijk, voor het Vlaams Belang in de provincie Vlaams-Brabant. Dames en heren, de oprichter van Schild en Vrienden, onze beste vriend van de VRT en van de andere media, niemand minder dan Dries van Langenlo. Verder zetten, want anders gaat dat voor jullie straks oorpijn opleveren. Beste vrienden, de afgelopen maanden die waren bewogen. Dat is wel het minste dat we kunnen zeggen. We hebben heel wat successen geboekt en dat mocht op heel wat weerstand rekenen bij onze politieke tegenstanders. Maar laten we nu eerst eens de methode beschrijven van die tegenstanders, de methode die zij decennia lang succesvol hebben toegepast. Telkens wanneer er iemand van ons zijn nek uitsteekt voor onze Vlaamse zaak, wordt zijn boodschap door de media omgedraaid van liefde naar haat. Zijn standpunten zullen door de politieke tegenstanders worden afgebeeld als racistisch en zijn idealisme zal worden afgedaan als extremisme. Maar zegt u mij eens, wat is er extreem aan de wens dat onze moeders, dochters en zussen opnieuw veilig over straat kunnen wandelen? Wat is er extreem aan het willen voorkomen dat er opnieuw 500.000 nieuwe migranten bijkomen in dit land? Wat is er in godsnaam extreem aan het willen houden van Vlaanderen voor de Vlamingen? Niks. Gelukkig zijn er meer en meer mensen die tot diezelfde conclusie komen. Dat zagen we bij de vorige verkiezingen en zeker
bij de verkiezingen hier in Oudenaarde. Maar dat zien we ook gewoon elke dag. Overal. Op straat, op sociale media en op school. Nu, dan zou je denken dat onze politieke tegenstanders hun methodes gaan aanpassen. Maar de afgelopen maanden hebben bewezen dat ze nog steeds hun lesje niet hebben geleerd. Integendeel, ze schakelen nog een paar versnellingen hoger. Universiteiten die smijten ondertussen studenten buiten.